Egels zijn, net als spitsmuizen en mollen, insecteneters. Het dier is nachtactief en slaapt overdag in nesten van bladeren en mos. Een volwassen egel heeft wel 6000 stekels. Typisch voor de egel is de kringspier waarmee hij zich bij gevaar kan oprollen tot een bal en daarbij zijn stekels overeind zet. Egels hebben een bijzondere jaarcyclus. Van november tot maart houden egels hun winterslaap. Als ze in het voorjaar uit hun winterslaap ontwaken, is het belangrijk dat egels hun vetreserves aanvullen door veel eiwitrijk voedsel te eten. Het voortplantingsseizoen bij egels begint vanaf mei. Vanaf juni tot juli maakt het vrouwtje een nest en vanaf augustus gaat moeder weg en blijven de jongen samen achter waar ze zijn geboren. In oktober begint voor iedereen het opvetten in voorbereiding op de winterslaap. Egels zijn vleeseters, maar niet kieskeurig in hun menukeuze. Ze verorberen vrijwel al het eetbaars dat ze tegenkomen. Favoriet zijn slakken, kevers en wormen. Geef een egel nooit melk, want dat is slecht voor zijn gezondheid. Egels komen veel voor in dorpen en steden en zijn daarom afhankelijk van tuinen. Door middel van kleine aanpassingen is iedere tuin egelvriendelijk te maken. Kijk voor tips over een egelvriendelijke tuin en voor meer informatie over egels op zoogdiervereniging.nl/egel.